mensen, leuk dat jullie weer kijken. Het is deel 2 van de counter. Jullie hebben de vorige keer deel 1 gezien, dus die mensen die dit voor het eerst zien, die moeten dus deel 1 nog kijken. Het hoeft niet, maar je kan het doen. Scheelt je een half uur als je het niet doet. Maar deze aflevering gaat over het meten van en het vergelijken van. En dan leg ik een beetje uit hoe de counter werkt. Ik bouw hem eerst nog af, dat gaan jullie zien. En dan ga ik hem uittesten. Dus, ik zou zeggen, veel kijkplezier. Zo. Nou, dat ziet er toch netjes uit. Dacht ik toch zo eventjes zo. En als het goed is, past dat nou precies hierop. Maar, ik weet niet of dat helemaal contact maakt. Jawel, volgens mij wel. Jawel. Dus die pinnetjes, die passen precies daar nou in. Oh, maar goed opleggen. Hop. Nou, dan ziet het dadelijk zo uit. Dan komen hier nog de knopjes. Moet ik even kijken of ik nou drukknopjes maak met de 3D printer die verlengen naar deze drukknopjes. Omdat het er maar 2 zijn. Ja, en er moet nog een aan- en uitschakelaar in komen. Dus dat ik dat zo doe. Moet eens even kijken hoe ik dat ga oplossen. Deze busjes gaan ook dadelijk eruit. Er komen ook van die blauwe busjes van de plaats. Want ik kan de moertjes niet erop draaien. Even kijken hoe de batterij erin kan. Hupsiflaps. Ja, een beetje zwaar. Ik weet ook niet of die batterij dat plat in kan. Of die er plat in kan, weet ik ook niet. Nou, die kan ook nog platten. Dus dat is ideaal. Het rammelt niet. Super. Nou, moet ik zorgen dat ik hier niks in boor. En dat de aan- en uitknop ook hier komt. Ik denk dat ik dan schuifschakelaartje verpak. En dan die twee knoppen overbreng naar voren. En dan doe ik dat 3D printen. En dan krijg je mooie drukknopjes die verlengen naar de bodem. Moet eens even kijken of dat gaat. Ja. Of ik moet gewoon 1, 2 drukknopjes aan een schakelaartje hierin maken. En ik doe gewoon draadjes hier aanmaken en dan komt het ook goed. Dus moet nou even kijken wat het simpelste is wat ik voor handen heb. Nou. Even een BNC plug. Aansluiting maken voor de lage frequentie. Top. Ik heb die er vanaf gesoldeerd. Die blokjes. Gewoon draadjes eraan. Dat komt hier in. Dit komt hier. Komt daar een draadje daar naartoe. Dan heb ik de lage frequentie ook. Nou. We gaan dit hier opschroeven. Thank you.
Ja. Pas er niet. Die past wel. En deze die past net, denk ik niet. Ja, hij is 2/10 groter. Nou. Door met dit ding er doorheen te gaan. De gaten iets groter gemaakt. Dus nu passen ze wel. Kunnen we ze vastlijmen erin. We gaan deze schakelaars, die gaan we die drukknoppen. Die hebben geen schroefdraad. Dus die gaan we hier. Die gaan we hier inlijmen. Met secondenlijm. Dan allemaal even draaien. Erin en eruit. Zo, dat gaat snel. Zo. Nou. Zo. Nou. Bordje zit er mooi in. En nu kijken of het allemaal een beetje past. Nou, schakelaars komen net niet aan het printje. Kan ik het eigenlijk zo openklappen. Dan kan ik hier de batterijen doen en dan wel zo dichtklappen. Nou. En de display erin maken. Zo. Nou. Plus en min even afknippen wat korter. Nou even kijken of alles in het doosje past. Nou, of het display contact maakt, geen idee. Volgens mij wel, maar het had wat langer gemogen, die headers. Of het printje had wat omhoog gemogen. Maar ja. Dat, nou, ik denk niet dat die erin zit. Ik denk het niet. Even kijken hoe we dat gaan oplossen, anders moeten we langere boutjes hier zetten dat het display wat naar onder gaat. Zodat beter aan de headers terechtkomen. Ik denk toch maar dat ik dat even ga doen. Even kijken of ik nog wat langere bootjes kan vinden. En iets langere afstandbusjes. Na lang zoeken hebben we nog 4 lange bootjes gevonden. En dan moeten we dit zo erin. En dan ook wat 2 van die hier. Ja, dat is een hele gepiel. Maar als het dadelijk klaar is, dan heb ik wel weer een heel mooi stukje meetgereedschap. Waarmee ik de frequentie van de
robot kan meten van de videofrequentie en de zendfrequenties en dan weet ik waar de knalen zitten. Ik heb nou van die brillen die die zet je op een kanaal. Maar ja, dan weet je eigenlijk nog niks. Die zet je gewoon op een kanaal. En dan maar hopen dat het beeld goed is. Maar misschien staat je er wel naast en is het bereik daardoor verkort. Misschien als ik precies op de juiste frequentie ga zetten, dat het bereik beter is. En dat wil ik bereiken door dit te maken. Even kijken of dat allemaal past nou. Want het zal wel niet meer passen. Oh. Oh, het past nou. Ja, zo gaat het katje dadelijk uitzien. Dit voor de hoge frequentie, dit voor de lage frequentie. Aan en uit. En die modeknopjes. Dus het ziet er dadelijk wel netjes uit, alsof het gekocht is. Tenminste, dat is een beetje de bedoeling. Niet zo dat het er direct uitziet alsof het zelf gemaakt is. Ja, dat zie je denk ik toch wel. Maar hoewel, dat wel heel netjes gemaakt, moet ik wel zelf zeggen. Beetje overkill noemen ze dat. Nou, dan gaan we alles aansluiten. En dan batterijtje erin. En dan gaan we hem uittesten. Ik ben super benieuwd. Kijk, zo is dat gesoldeerd. Mooi. Mooi vertint. Knippen we dit af. En dan solderen we dat. Daaraan. Even kijken of je er goed op zit. Ja, nou dat zit er wel netjes in. Nou laten we zitten. Nou, we gaan even meten hoe de schakelaars doorverbonden moeten worden. Maar ja, die moeten we maar eerst vertinnen. Die schakelaars. De middelste allemaal zeker. En dan moeten we even gaan meten. Nou. Nou, die twee zijn doorverbonden. Maar als ik een knopje induw dan. Oké. Nou, dat is de centrale. En dus die twee worden overbonden. Nou, met die staat dan hetzelfde. Ja, top. Zo. Dan hebben we dat batterijen dingetje. Dat zijn nooit de kwalitatiefste dingen, maar ja.
Moet ik eens even kijken hoe ik dat doe. Want ik doe deze nou hier aan. Maar die zwarte die moet hier ook weer aankomen. Eigenlijk had ik die op de printje moeten solderen. Maar ja, dan moet ik dat printje weer eruit halen. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dus dat doen we gewoon een stukje krimkous, verlengen we dit kabeltje. Dan doen we dat gewoon zo. Een tijrapje en dan is dat ook wat sterker. Maar we knippen eerst dit eens er vanaf, want dat is allemaal plat geknepen en weet ik wat allemaal. Want die dingetjes die haal ik wel eens ergens uit. Als je iets weggooit, hè. Een of ander apparaat. Een weegschaal of zo, en dan zitten die dingen in. En dan zijn die wel handig. Nou, voor de mensen die nog nooit gesoldeerd hebben, je moet nooit vloeimiddel gebruiken. Hè? Gewoon tin met flux erin. Anders wordt je kabel rot. Dan wordt die zo rot als wat. Zo. En nou moet die ingekocht worden. Nu doen we die wat langer. En dan wikkelen we die hier omheen. En dan solderen we die ook weer aan elkaar. En dan doen we daar wat krimkous omheen. Een klein stukje krimkous. Oké. Hop. Ik doe dat nooit met de aansteker. Want dan wordt het te warm en dan verbrandt het. Zo, knijpen we het uiteinde dicht. Knippen we er een stuk vanaf. Nou, kan hier nergens in komen. Moeten we er nog een tijrapje naar mee doen. Dan krijgt dat een beetje een geheel. Zonder dat dat hier afbreekt. Want dat is niks vervelender dan dat dat afbreekt, daar vooraan. Nou, super sterk. Je kan er volgens mij mee door de muur gooien. Die is er iets geven aan als je heel goed kijkt. Maar ja, een blinde was blij als hij het kon zien. Nou, je hebt verschillende modus. Je kan van 1 hertz tot 10 megahertz kan je meten. Dus als je op korte golf iets wil meten, is dat leuk. Het onderste stuk. En dan het bovenste stuk tot 7,3 gigahertz. En dan heeft hij nog een functie. Dat is een TTL. Even kijken of hij dat doet. Elke keer als ik dit pootje... Nee. Dan moet ik nog eens even uittesten. Dan ging die tellen. Er kwam hier een nummertje elke keer tevoorschijn. Maar misschien omdat ik het nou heel mooi ingeblikt heb, doet hij dat niet meer. Misschien als ik hem zo neerleg. En ik doe het gewoon. Nee. Nee. Ik denk ik heb het nou goed in een aluminium doosje zitten. Mooi afgeschermd. Nou ja. Dus ik hem uitzet. Dan springt die aan, dan krijg je de type te zien. En ik moet zeggen, je doet het goed, alleen ja, de verlichting had ik wat minder gemogen. Ik ga dat eens uitzoeken eventjes nog een keer. Maar dat laat ik niet meer in dit filmpje zien. Dus voor degenen die het interessant vinden om een keer te bouwen, of te bouwen, om te kopen, dat is het type.
dit zijn de specificaties ongeveer. Best een leuke handleiding. Nou ja, je hoeft niet veel te doen. Dus je hoeft niet in zo'n kastje te bouwen. Je kan het ook gewoon zonder kastje gebruiken. Maar ik ben iemand die wil dat dan wel netjes in een kastje hebben. Nou, het zit er netjes in. Hij trekt wel veel stroom. Hij trekt iets minder dan 50 mA. Dus als je een 100 mA batterijtje hebt, ja, 2 uurtjes is hij leeg. Hè? Maar voor even snel wat te meten, is het ideaal. En ik heb wel andere counters, maar die kunnen niet zo hoog. We zijn aan het testen. Dat is de frequentie wat hier uit die videozender komt. Ik koppel dat even gewoon zo in. Ik heb in de gaten dat hij best wel wat signaal moet hebben, wil hij wat doen aflezen. Ik heb even gekeken, kanaal 34 van de 5,8 GHz. Dat... moet ik even kijken. Dat is hier op het tabelletje, is dat kanaal 434. En dan is dat C, is die 30. Dat is 5, 6, 4, 5. Dus 56, 45 MHz. 56, 45 MHz. Of ja, gigahertz is dat uiteindelijk dan. 5,6 GHz. Dus, ja, dat klopt. Nou is dat natuurlijk een grof iets wat ik nou doe. Maar ik ga er wel vanuit dat dat wel klopt. Doe ik dat zendertje nou uitzetten. Dan gaat hij wartaal aangeven. Dat is het eigen kloksignaal wat hij nou aangeeft. Wat de interne kloksignaal. Pak ik nou een portofoon die ik hier heb. 144 537. Even kijken, 537. Ja, dan moet ik dat eigenlijk de komma verzetten. Hè? Dan moet ik eigenlijk een andere antenne pakken, want deze is een hoogfrequentie. Nou, 38. Dat. Dus ik vind dat goed genoeg. En als ik hem op 70 centimeter zet, op de PMR frequenties, daar weet ik even nog niet de frequentie van. Dat doet hij ook. Nou, top ding. Nou, deze counter heb ik een keer zelf gebouwd. Die gaat tot 1800 MHz. Ook al erg hoog. Deze counter die gaat tot 120 MHz. En deze counter die gaat tot... ik meen tot 300 MHz, maar dat is ook een frequentiegenerator. Dus die kan ook frequentie genereren. En dan moet je, volgens mij kan je alleen met die ingang, die moet je dan activeren. Dan moet ik even zelf kijken hoe dat er ging. Een utility, counter. En nou is het een counter. En daar heb ik een... 10 delen voor gemaakt, zodat je tot 1 GHz ermee kan meten. En met, kan je met die dan ook. Met die kan je dan ook tot 1 GHz meten. En die kan tot 1,8 GHz. Maar dat was mij niet hoog genoeg, omdat die videozendertjes van die robot, die gaan op 5,8 GHz. En daar had ik nog geen counter voor. Dus in principe is die overbodig, die overbodig. En ja, dat is een frequentiegenerator, zet het op. Dus eigenlijk die heb ik niet meer nodig. Maar ja, dit is toch wel heel anders gebouwd dan dat dingetje wat ik nou net in elkaar heb gezet. Dit klopt allemaal beter dan dat dingetje, denk ik. Nou, ik denk laat jullie dat hier ook nog even zien. 537. 539 komt eruit. 144, 539. En dan kan ik ook nog nauwkeuriger zetten. Dan moet ik deze omzetten. Maar dan gaat hij dus langzamer tellen.
Dus elke keer als hij geteld heeft, dan rekent hij dat uit. Nou klopt er nog niks van. Nou, de volgende die klopt. Zie je? Komt er getal bij. 38,5. 38,4. Als ik hem nou nog een keer doe, dan moeten we een minuut wachten. Dan gaat hij een minuut rekenen. Ja, dat gaan we eigenlijk. Dat gaan we ons besparen. Dat gaan we niet doen. Dan wordt hij heel nauwkeurig. Maar als je dan een frequentie hebt die op en neer gaat, daar heb je niet veel aan. Nou, en dit is een kastje dat heb ik gemaakt. Dat is die tiendeler. Dus die kan ik hier opzetten. Moet ik even kijken. Moet ik die hier insteken. Dan krijgt die spanning vanuit het apparaat. Ik steek het maar even allemaal los in elkaar. Kijk, nou geeft hij dus een kleiner getal aan. Dus die komma die schuift eentje naar links op. Dus 144,536. En dat is 144,537. Zie je? Dan kan ik dus hogere frequenties meten. Toch met deze counter. Nou, vroeger deed ik het gewoon zoeken met deze bril. Dit is een automatische. Je duwt op een knopje en dan gaat hij zoeken. Dan vindt het signaal automatisch. En dan geeft hij volgens mij ook nog de frequentie aan. Even kijken. Nee, hij geeft niet de frequentie aan. Ik zal eens kijken of jullie het goed kunnen zien. Nou, dit is dus ook een bril. Ja, dit is echt super om in te kijken. Dat is het beste wat je kan hebben eigenlijk. Maar ja, een beetje lomber op je hoofd hebben, hè. Kijk, als ik dat nou opzet, dan ziet dat zo uit, hè. Maar het is wel super kwaliteit beeld. Maar ja, je weet niet altijd of de frequentie goed is. Want die dingen zijn heel goedkoop. Dat noemen ze harmonische, dus je hebt een frequentie. En dan heb je nog een paar iets frequenties. Om de zoveel frequenties komt die frequentie nog een keer. Maar dan is het signaalsterkte lager. Stel je hebt dan die harmonische waar het signaalsterkte lager van is. Dan is je bereik dus korter. Dus je hebt al een mooi beeld. Maar ja, als je dan met je robot of met je drone of met je vliegtuigje verder weg gaat, dan in één keer valt het beeld weg. Dan denk je, hoe kan dat nou? Dan zit je dus eigenlijk op de harmonische, op het verkeerde kanaal zit je dan te kijken. En daardoor wordt de afstand korter. En vandaar dat ik een counter wil hebben. Nou, dit was het filmpje over de counter. Kijk, hij is zo geworden. Lage frequentie, hoge frequentie. Dus dit is tot 10 MHz, dit is tot 7,3 GHz. GHz, niet vergeten. Dit is het aan- en uitschakelaartje. Oh, dan gaat de camera raar doen. Ja, dan zien jullie dat ook nog een keer. Dit is de modetoets. En dit is voor de comma te verplaatsen. Nou. Het is heel mooi geworden. Ik heb het gefreesd. Jullie hebben het kunnen zien. Het dekseltje was het meeste werk. Maar ja, oké. Okay. Een paar keer... Een paar keer terug moeten gaan. Ik heb dat niet allemaal gefilmd. Maar dat hoeft ook niet. Jullie snappen het wel. Dus, nou. Vonden jullie dit nou een leuk filmpje? Dan moet je hier abonneren. En vergeet niet op het belletje te klikken. Want ik heb geen uploadschema. Ik heb dat geprobeerd. Iedere vrijdag. Dat lukt niet. Ik heb dat... Ik had dat voor mezelf in gedachten. Maar het gaat gewoon niet. Ik heb al wat filmpjes gemaakt. Voor nood, zeg maar. Als ik het niet red. Ik wil toch iedere week één filmpje doen. Maar dat wordt soms moeilijk. Ik moet soms onderdelen bestellen. Of soms lukt het niet. Ik heb nou bijvoorbeeld in de draaibank hoor ik dat de V-riem... Dat er iets aan is. Dus daar klopt iets niet mee. Dus draaiwerk, ja, als ik dat moet doen, dan gaat het ook even niet. Dus, ik zou zeggen.
Vergeet niet te abonneren. Vergeet dus niet op het belletje te klikken. En dat ook zeggen. Tot de volgende. Dag, dag.